En wat? Nou, wat zou je ervan denken? Wat? Hier? Nu? In de keuken? Met de braadpan erbij? Nee, ik bedoel, als ik zeg wat zou je ervan denken, dan bedoel ik niet wat zou je ervan denken meteen. Oh, dat? Ik was al bang dat je zomaar opeens spontaan was geworden. Nou, ik ben toevallig best heel spontaan. Alleen, nou ja, gewoon alles op zijn tijd. Ik bedoel, koken doe je in de keuken. En zitten doe je in de zitkamer. En je weet wel, nou, dat doe je in de slaapkamer. Met het licht uit. Ja, nou, ik wil niet dat iedereen op mijn vinger staat te kijken wat ik uitsprook. Ja, maar ik ben toch de enige getuige. En ik weet wat je doet. Heb je nog over nagedacht? Wat ik vanmorgen heb gezegd? Ja. En ik vind het ontzettend lief van je. Maar mijn antwoord is nog steeds nee. Waarom niet? Oh, Eddie, waarom moeten we nou zo nodig trouwen? Hè? We zijn toch enorm gelukkig samen zo? Samen wonen en toch vrijgezel zijn. Dat is het mooiste wat er is. Nou, voor mij niet. Ik bedoel, als je trouwt, dan weet je precies waar je aan toe bent. En met dat samenwonen, ja, nou, ik weet nou nooit precies wat er nou wel en niet mag. En kan. En moet. Ik raak er een beetje emotioneel van gedesoriënteerd. Ja. En bovendien heeft mijn moeder erover gezegd. Ja, je moeder. Ik had het kunnen weten. De vleesgeworden fatsoenlijkheid. Ja, ze vindt mij meer de onfatsoenlijk geworden vleeselijkheid. Ze wil gewoon wel eens weten wanneer jij nou een ordentelijke vent van mij gaat maken. Ja, hoor eens, Ed. Ik zorg ze op zijn tijd eens voor een schone onderbroek. Dat lijkt me weer eens mooi zat, hè? Ja, maar ze wil weten wanneer... Oh, ze wil weten wanneer jij om een hand gaat vragen. Vannacht in bed zal ik om allebei je handen vragen. En de rest met het licht uit. Weet je, toen ze hoorde dat wij gingen samenhokken, hè, toen was ze zo overstuurd dat ze meteen tante Agathe uit Sappemeer heeft laten komen, dat te kalmeren. Ja, voor mijn ouders is het geen probleem hoor. Zodra we komen krijgen we tenminste een eigen kamer. Ja, ja. Van jouw moeder moet ik altijd in een hotel. Nee, of jouw ouders zo perfect zijn zeg. Ik bedoel, die zijn er ook een beetje in de 60's blijven hangen. Ik bedoel, een volwassen vent, een arts notabene, die Bob Dylan en een sticky draait. Hè? Nee, maar vind je het dan niet romantisch? Gewoon zover nog niet. Hè? Nou, ik zou me gevangen voelen. Ja, maar je krijgt alle vrijheid die je hebben wilt. Ja. Hè? Een eigen halsband. En een eigen mand. En ik laat je één keer per dag laat ik je uit. Ja. Hè? De kip is gaar. En ik ook. Ik pak de borden wel eventjes. Ja. Maar jij hoeft niet te denken dat je zo makkelijk van me afkomt, hoor. Nee. Hé, El. Ja? Zullen we anders vannacht gewoon een keer het licht aanlaten? Is dat nou dat je zegt Kama Sutra, Paul? Wat? Nou, met het licht aan. Nee, volgens mij niet. De Kama Sutra, dat is met je broek uit. En heb jij dat wel eens gedaan? Met mijn broek uit? Nee, met het licht aan. Nee, geloof het niet. Hoezo? Weet je wat de pest is? Het schijnt zo in je ogen, vind ik, dat licht. Oh ja? Ja. Ja, lach ik daar met mijn zonnebril op, zeg. Nou, pff. Jij hebt toch gestudeerd? Ja, incidenteel, ja. Ja. Jij niet, hè? Nee, ik niet, nee. Heb ik veel gemist? Nou, in ieder geval een paar leuke feesten. Ellen is wel naar de universiteit geweest. Ja? Zou ze daarom zo tegen het huwelijk zijn? Omdat het niet intellectueel genoeg is? Ja. Ik bedoel, als een beetje intellectueel moet je voor je fatsoen tegenwoordig toch in zonde leven. Oh ja, absoluut, ja. Denk maar aan Maarten het Hart. Ze heeft scheikunde en dierkunde gedaan. Oh, kan je daarmee worden? Werkeloos. Dat is ook een belachelijke combinatie, scheikunde en dierkunde. Wat kan je daar nou mee? Niks toch? Ja, nijlpaardenfok in een reageerbuisje. Dus ze doet niks? Ja, ze werkt in een peuterspeelzaal. Ah, kinderen ja. Weet je, Ed, het maakt niet zoveel uit of je nou getrouwd bent of dat je samen woont. De echte problemen die beginnen toch pas wanneer je kinderen krijgt. Ah, dat is een goede tip. Eens even kijken wat er gebeurt als ik de factor zwangerschap in de strijd werp. Kinderen? Ja, kinderen. Stel nou dat wij kinderen willen. Nou, hoe moet dat dan? Er zijn bepaalde technieken voor. Dat is heel makkelijk te leren. Ja. Nee, maar stel, ik ben niet getrouwd, maar ik krijg toch een kind. Nou, wat moeten we dan? Huh? Denk van de meiden bellen. Zit er een hoop geld in. Man baart twee eierige drieling. Ja. Ik dacht dat ik niet zwanger zou worden, vertelt het nog naheigende Eddie, als ik mijn zonnebril maar ophield. Ellen, dat is absoluut niet om te lachen. Stel dat wij nu kinderen zouden krijgen, dan zouden ze onecht zijn. En ik wil niet dat mijn kind later op straat uitgescholden wordt. Eddie, ze worden niet onecht. Hoogstens onwettig.
Oh, dus ze kunnen nog in beslag genomen worden ook. Man, jij loopt echt 10 jaar achter, hè? Dat maakt voor de wet al bijna helemaal geen verschil meer of de ouders nou getrouwd zijn of niet. Dat is toch wel geweldig, hoor. Altijd gelijk hebben en het nooit krijgen. Ja. Nou, ik ga maar eens naar de zaak, hoor, want... Hey, Ed. Laten we nou gewoon proberen om samen een beetje gelukkig te zijn, hè? Ja? Wil je nog een beetje thee? Nou, doe mij maar een kleintje dan. Ja. Ben je op de gewone tijd thuis? Nee, ik ga squashen met opa. Oh. Hoe weet je dat? Hé, hey, Ineke, kom binnen. Dag. Zo, dat is een flinke knul, zeg. Nou, laat onze mama je maar halen. Uitgeput? Wat nou uitgeput? Je bent toch jong en fit? Ja, jong, ja. Fit, dat heb je mij nooit horen beweren. Weet je wat het probleem met jou is? Jij krijgt te weinig lichaamsbeweging. Ja, jij krijgt een beetje te veel, geloof ik. Dat slaat toch nergens op om zo als een bezetene te trainen? He, het enige wat je daarmee... Het enige wat je daarmee bereikt is dat je bacteriën in topvorm raken. Hier. Zeg, joh. Die thee schuimt. Ja, het is bier. In dat geval, proost. Ja. Waarom ga je op jouw leeftijd nog op een squashbaan rondhollen? Gaat er gewoon een beetje klaar voor jassen of in je volkstuintje spitten, net zoals alle andere oude knarren. Volkstuintje. Dat is werk in de winkel. Er moet geleefd worden. En ik heb de pest aan klaar voor jassen. Oh, nou, ik zou het wel zien zitten, hoor. Gewoon een beetje een rustig leven leiden. Als de gemiddelde Nederlander. Ja, hè? Op je 30ste in een rijtjeshuisje met een pens en een kale kop. Ja, ja. En een Opel Kadett voor de deur, ja. Met zo'n racestreep aan de zijkant. En gewoon s'avonds een beetje televisie kijken. En in het weekend gewoon een beetje bijklussen. En gewoon 3 weken vakantie. En gewoon 2,5 kinderen. 2,5 kinderen? Hoe kom je aan die halve kinderwagen? En ik had nog wel zulke hoge verwachtingen van jou. Weet je dat die kleinzoon van Hein Jansen, hè? Die heeft al 3 keer in de bak gezeten. En die is een jaar jonger dan jij. Daar moet je zijn voetbal aan nemen. Ach, weet je, ik weet het gewoon niet. Hebben ze dat fantastische instituut het huwelijk op de markt gegooid? Hè? Daar sta ik dan, geheel en al bereid om me voor de leeuwen te werpen. Hebben de leeuwen ineens geen trek meer. Ja. Ah, ik merk het al. Ze heeft hier eens afgewezen. Oh, ik wist wel dat vrouwtje smaak had. Hoe heb jij dat toen in de tijd met oma voor elkaar gekregen? Gedreigd met een groot gezin. Ja, nee, dat werkt niet bij Ellen. Weet je, ze heeft de pil en ze deinst er niet voor terug om hem te slikken ook. Ja. Weet je trouwens dat ma zich ernstig zorgen om jou maakt? Ja, het gerucht gaat dat je in de politiek zit. Klopt. Bejaardenemancipatie? Ja, we hebben Grijs Links opgericht. Ja. We zijn tegen gedwongen pensionering. En ik heb gezworen dat ik elke dag een jonge dame de straat zal helpen oversteken, of ze nou wil of niet. Weet je, Joop, je bent fantastisch. Ik doe jou een aanbod. Als jij nou later seniel wordt, hè? Volgende week of zo. Dan neem ik jou elke dag mee uit wandelen en dan mag je net zoveel dames op straat lastigvallen als je zelf vindt. Nou, wat zeg je daarvan? Waarom moet ik de eerste nieuw voor worden? Mis je oma? Hoef ik dan mis? Oh. Jij weet toch dat de zeespiegel ieder jaar stijgt, hè? Dat ben ik. Ha, John, daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. Naar huis. Niks daarvan. Je hebt recht op nog een pak slaag. Hi, ik ben thuis. Wat een atletisch gestalte. Ja, ik verrek van de honger. Kijk nou toch eens naar dat lijf, naar die soepele heupen, naar die golvende spierbundels in die elastische dijen. En wat hebben wij hier? Nou. Blijf af, dan mag je pas aanzitten als we getrouwd zijn. Vier speuk. Heeft hij weer eens gewonnen? Nee, natuurlijk. Die man heeft niks anders de hele dag te doen dan aan zijn fitheid te denken, aan zijn gezondheid te denken. Trouwens, je moet de hartelijk groeten van hem hebben. Doe de groeten aan Ellen, zei hij. Ja, dat krijg je natuurlijk als we niet getrouwd zijn. Dan weten de mensen niet hoe ze je moeten noemen. Op kantoor is het ook altijd de hele dag van... Hallo Eddie, hoe is het nou met je... Of komen jij en je nog een keer wat bij ons drinken? Ja. Du moment dat jij over de tong gaat, krijgt iedereen spontaan kinkhoed. Ja. Wat dacht je van vriendin? Nee, is uit. Weet je, samenwonen is net zo burgerlijk als vroeger trouwen was. Lekker pittig dit, zeg, trouwens.
Ja. Oh ja, waar blijf je met je Nederlandse eetcultuur, hè? Ja, dat kan wel zijn, Eddie, maar als ik mij echtgenoten laat noemen, dan denkt iedereen meteen... Oh ja, echtgenoten, ja, afwas, aardappelschillen en zo, ja. Ja, maar als ik jou mijn vriendin noem, dan denkt iedereen dat ik een affaire met je heb en dat mevrouw daar niet vanaf mag weten, toch? Nou en, dan kunnen we nog eens lekker samen vreemd gaan. Maar hoe noem jij mij dan als je over me praat? Ik bedoel, praat je überhaupt wel eens over me eigenlijk? Ja, ik zeg altijd dat ik jou gehuurd heb bij een paardenfokkerij. Mijn eigen jojo buitenzorg, beste dekhengst van stal. Ja. Ed, 1 op de 3 huwelijken loopt uit op een scheiding. Ja, dat zal best, ja. Maar 9 van de 10 tandartsen zeggen dat het goed is voor je gebit. Hebben jullie zin om bij ons te komen eten? Oh, dat is best. Ja, want ik wil Ellen laten zien met eigen ogen hoe het is om getrouwd te zijn. En een live performance is het beste verkoopargument, hè? Oh, zullen we ons huwelijk dan maar meenemen dan? Wij deden de huwelijkstest met een toevallige voorbijganger. Links een meisje en een jongen en rechts een jongen en een meisje. En aan u de vraag, wie van de twee vindt u het gelukkigste stel? Nou, vind ik wel moeilijk om te beslissen. Ja, nou toch wel die linker. Weet u het zeker? Ja, ik weet wel zeker. En wat blijkt, ze zijn getrouwd. Oh, had ik niet gedacht. Had u niet gedacht, hè? Nee, wat een verrassing. Ja, toch is het zo. Dus waar gaat u nu voortaan gebruik van maken? Bloemen. Het huwelijk. Het huwelijk, the choice of a new generation. Vraag het recept bij uw platenhandelaar. Ja. Nou, dan zul je zien dat we uitgerekend die avond weer ruzie krijgen met elkaar. Hoezo? Maken jullie wel eens ruzie dan? Oh ja, 2 keer per maand ongeveer. Jullie niet dan? Ja, nou ja, ook ongeveer zoiets. Nog los natuurlijk van het zaterdagse gevit in de supermarkt, oh, hè? Ja, dat ken ik. Oh, en dan willen wij s'avonds ook nog wel eens kibbelen, ken je die? Ja, kibbelen. Ja, doen wij ook, kibbelen. Nou, oh, dat kennen jullie ook. Ik dacht dat wij de enige waren. Dus jullie kibbelen ook? Ja hoor, kibbelen en kiften ook. Oh, ja. Wat vind je? Is kibbelen irritanter dan kiften? Of is kiften irritanter dan kibbelen? Nou, ik vind allebei niks. Maar dan heb ik ze allebei nog liever dan zeiken. Oh ja, zeiken. Oh, dat is pas echt erg. Zeiken, ja. Oh, en dan s'nachts wil er ook nog wel eens zo'n sfeertje hangen. Weet je? Oh ja, een sfeertje. Ja, dat hebben wij ook, ja. Of hebben jullie wel eens last van een bepaalde spanning? Kennen jullie dat? Een bepaalde spanning? Nee, dat komt bij ons nooit voor. Maar wat bij ons vast op het programma staat, dat is zo'n drukkende stilte. Oh, in de auto? Ja, ja, oh, ja, 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 ja. Oh, oh. Breek me de bek niet los. Een drukkende stilte in de auto, dan is pas ellende, ja. Een drukkende stilte, direct daarna gevolgd door een banale scheldpartij. Ja. Ken je dat? Een banale scheldpartij? Ja, natuurlijk ken ik die. Dat is een klassieke. Die hoort in elk huishouden thuis. Oh, en koffie. Oh ja, koffie vind ik... Koffie? Koffie. In van die vieze kleine plastic bekertjes. Beneden, in de hal, bij de automaat. Is jouw beurt. Begint ook u vetrolletjes te ontwikkelen? Heeft ook u een massieve flabber op de plek waar ooit uw middel heeft gezeten? Hey. Ze maakt lachen, maar kan ik mijn buikspieroefeningen niet doen? Ja, ik weet ook niet wat ik heb. Ik ben zo vrolijk, ik word er bijna depressief van. Ook u kunt een figuur als dit ontwikkelen. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is met uw fikken van de pil afblijven. Weet je wel wat het kost tegenwoordig, een kussen opvoeden? Oh, trouwens, ik heb Paul en Karin uitgenodigd om te eten. Oh, leuk. Ik heb Karin nog nooit gezien. Wat zullen we eten dan? Zal ik lasagne maken? Nee, ze houden niet van Chinees. Zeg, ik val op dat lekkere lijf van je, weet je dat? Ja. Lang uit. Ja. Gaan we maar eens verzekeren tegen kwijlschade. Ja. Val je ook op mijn geest? Nee, ik geloof in je geesten, sorry. Ja, nee. Nou, ik hou alleen van jou om je hersens, hoor. Mijn hersens? Ja. Hebben ze jou dat nog niet verteld dan? Ze zoeken nog steeds een geschikte donor. Ja. Ik ga naar de slaapkamer. Ga ik even mijn eigen oefeningen doen. Mag ik even mijn oefeningen afmaken, ja? Oké. Okay. Wil je nog steeds niet met me trouwen? Oh, Eddie, waarom zouden we nou fantastische vriendschap vernietigen? Oké. Okay. Als je me zoekt, dan hang ik in de kast tussen de overhemden. Ja. 5, 6, 7.
8, 19, 20. Oh, Ellen, I'm right ready for your baby. You! Wacht, stop, niks doen. Ik doe wel open. Dat zijn mijn vrienden, voor mij, mijn getrouwde vrienden. Dat is mijn vriend Paul met zijn getrouwde vrouw Karin, die tegen zijn echtgenote is, waarmee hij onlangs in het huwelijk is getreden. Ja, doe die deur nou maar gauw, Paul, dan zijn ze weer naar huis. Man. Ah, er zit wat in. Prima. Hallo Karin, kom erin. Hallo. Kom erin. Hallo Eddie. Nou, kom verder. Kom verder. Hebben jullie het nog een beetje kunnen vinden? Ja, we hadden nog even een wit laken uit het raam willen hangen. Maar ja, sinds we over zijn gestapt op dekbedden is het aan het witte lakenfront een beetje karigjes. Ja, maar goed, dus nou ja, hè? Ik bedoel, daar zijn jullie dan. Ja. Waar is Paul trouwens? Oh, die. Oh, die. Die zoekt een parkeerplaats voor zijn auto. Ik kan beter zeggen voor zijn dierbare auto. Ah. Hallo! Ja, sorry, had ik even moeten doen. Houd van mij. Ellen, dit is Karin, de getrouwde vrouw van Paul. En Karin, dit is Ellen, mijn... Ja. Doe je jas uit. Ja, doe je jas uit. Had ik zelf eigenlijk op moeten... Ja. Maar ja. Ja. Dank je. Mooi. Hey Paul. Oh, die. Nee, die zoekt even een parkeerplaats voor zijn dierbare auto. Oh, mooi, ja. Net. Ja. Nou is het ook moeilijk, hoor. Ja. Om hier een parkeerplaats te vinden. Is er eigenlijk niet, hè? Nee. Hier in de buurt. Nee. Mhm. Ja. Wij hebben een eend, oh. Ellen en ik, trouwens. Ja. Ja, maar dan mag jij niet echt meer een auto noemen. Hij is zo oud, hij roest niet eens meer. We hebben nog wel aan een garage gevraagd, hoor. Of ze hem konden laten roesten, maar dat is onbetaalbaar. Ah, daar hebben we Paul. Heb je nog een parkeerplaats kunnen vinden voor de dierbare auto? Nou, laten we dan maar heel gezellig gaan zitten. Ja. Ja. Ja, ik had eigenlijk gedacht dat jullie gezellig samen naast elkaar op de bank... Maar dat maakt ook allemaal niet zo gek veel uit verder. Ja, wat zouden jullie zeggen van een glaasje martini? Ja, Eddie, we hebben alleen maar rode wijn. Ja, wat zouden jullie zeggen van een glaasje rode wijn? Anders? Jullie zijn zeker niet getrouwd, hè? Nee. Nou, dat mag niet. Ja. Nou, hè? Oh. Kijk eens. Oh, dank je. Oh ja, Paul, de trouwfoto's. Heb je ze nog meegebracht? Dat brengen we niet. Hadden we dat niet afgesproken? Ja, dat klopt, maar vlak voordat we vertrokken heeft Karin ze verscheurd. Hè? Ja. Slechte afdrukken, hè, zeker. Ja? Nou schijn je dus van dezelfde negatieve weer nieuwe afdrukken te kunnen laten maken, hoor. Oh. Geloof ik. Toch? Het zal een beetje moeilijk gaan. Ze heeft de negatieve ook verbrand. Hè? De negatieve verbrand. Hé, wat apart. Laat ons anders even de trouwringen zien, als je die tenminste nog niet hebt laten omsmelten intussen. Nou, proost! Jongens, hè, daar gaan we. Karin, vertel anders eventjes aan Ellen van je huwelijksdag. Is dat nou waar wat ze zeggen dat inderdaad de leukste dag van je leven schijnt te zijn? Ik geloof niet dat het er echt in zit vandaag. Nou, en toen hebben ze de hele avond hun bek niet meer open gedaan, hè? Laat hem maar een beetje de heen en weer te schuiven over hun bord. Ja. Ik heb ook zo'n hekel aan visite. Ja, als er weer eens iemand wil komen eten, mag die van mij thuis blijven. Ik stuur ze wel een voedselpakket. Zeg maar, die vergadering vanavond, die gaat toch wel door, hè? Ja, en die gaat squashen, die is ze niet. Toen ik hem vertelde dat ik lid was geworden van een vrouwengroep, vroeg hij welk instrument ik speelde. Ja, dat ken ik, ja.
Mijn man denkt nog steeds dat feminisme een kerel van je maakt. Oh ja. Nou, was maar waar. Nam ik hem eens een keertje mee. Ja, en die is nu alsmaar bezig over kinderen. Oh, dan mag je wel eens een keertje bij mij langskomen. Mag je er een van ons hebben? Nee, nee, hij wil alleen eigen fabrikant. Dat kan toch altijd nog? Ja. Je hebt toch geen haast? Nee, dat zeg ik ook steeds tegen hem, maar die wil zo snel mogelijk middelbaar worden. Hij kan zich niks mooiers indenken dan een paar pantoffels en een kamerjas. La 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 la. Californian girl. Hey, opa. La da da. Opa. La, la, la. Opa. Hey, jong, hoe is het met jou? Zeg, wat een schitterend gehoorapparaat. Maar het werkt niet al te best, hè? Hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel, jong. Je dacht dat ik het vergeten was, hè? Hey, het rammelt niet. Nee, ik dacht, daar is hij nou wel uitgegroeid. Ah, dat had je nou niet moeten doen. Zeven is elke dag shampoo. Dank je wel, jong. Geen dank. Hey, lekker fietsje trouwens. Zo zie je nog eens wat van de wereld, hè? Mag ik een keer een stukje bij je achterop? Hoe is het met je? Met mijn kinkhoest? Oh, stukken beter. Dank je. Ja. Heb je er al weten te strikken? Nee, geen schijn van kans. Ik ben zelfs nog even over kinderen begonnen. Lijkt je dat verstandig? Op mijn leeftijd? Mm. Nee, jij niet, Ellen. Hoe het ook zij, getrouwd of niet. Het is zo'n meid. Het is altijd beter dan een gebroken poot. Ja. Ik heb nog nooit mijn poot gebroken, dus ik kan het niet vergelijken. Nou, dat kan geregeld worden. Zeg, heb je het wel eens geprobeerd met een serieus aanzoek? Ik bedoel, op je knieën. Ik heb alles al geprobeerd. Ik heb zelfs al ondersteboven aan de lamp gehangen. Alsjeblieft, zeg. Bespaar me de details van je seksleven. Nee, maar kijk, trouwen betekent zekerheid. En daar heb ik behoefte aan, zekerheid. En dan is er ook nog het sociale aspect. Dus eigenlijk zoek ik sociale zekerheid. Zal ik jou eens wat vertellen, jong? Jouw oma heeft 7 keer nee gezegd. En op een goede dag was ze bij ons thuis. Ik kom de trap af in mijn onderbroek. Met deze brandweerhelm op mijn knieën. En dat hielp? Jongen, je kunt een vrouw 100 keer zeggen dat je van haar houdt. Daar worden ze niet koud en warm van. Dan krijgen ze aan het lachen. Dan hebben ze een doodvonnis ondertekend. Dan zijn ze als was in jouw wasmand. El? Ellen? El? Hallo? Ja, ik ben in de slaapkamer. Oké. Okay. Ga zitten. Ja, dank je. Zo, zet ik even koffie, dan kunnen we beginnen. Ja, lekker. Eddie blijft toch niet bij onze vergadering, hè, Ellen? Nee, nee, die gaat squashen. Jammer. We hadden mooi kunnen gebruiken voor onze cursus zelfverdediging. Ja. Zou die het erg vinden als er 4 vrouwen bovenop hem zaten? Jo, daar droomt hij stiekem van. Allerliefste Ellen, wil je alsjeblieft met me trouwen? Goedemiddag. Ik kwam even. Ik kwam even de meterstanden opnemen. Goedemiddag. Vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag. Vrienden voor het leven, als het kan, als het lukt, als het mag. Samen voor een lange tijd de eenzaamheid verdreven. Boven alles zijn zij vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven, zij zoeken warmte bij hem op. Vrienden voor het leven, hij vijzelt haar.